In het Zweedse Vorkorda wordt de Rabolift Giant ploeg van Koos Moerhout tweede op de ploegentijdrit. Een fantastische uitslag waar iedereen zo hard voor gewerkt heeft. De diverse trainingsdagen met de ploeg blijkt nu toch zijn vruchten af te gaan werpen. Het hele voortraject hier naartoe is goed geweest. We hebben veel op dit onderdeel getraind. De ploeg is erop uitgezocht natuurlijk om hier te knallen en hopelijk straks ook op het wereldkampioenschap in France. Je ziet gewoon onderweg dat het gewoon heel goed draaide. En dat was gisteren met de verkenning eigenlijk ook al. Gisteren had Annemiek nog even wat moeite met de scherpte, het aanpikken, de hoge snelheden. En vandaag bleef ze er goed bij en deed ze goed haar werk. Iedereen heeft vandaag het maximaal uit zichzelf gehaald. Dus dat is individueel gewoon klasse. Als ploeg zag het er gewoon prima uit. Het was een genot om achter te rijden. Waar hebben jullie nou de meeste tijd geboekt op de rest? Ik denk gelijk door toch fel te starten. Eerste tussentijd hadden we de snelste tussentijd. Daarna liep Specialized Lululemon liep ons dan wel in. Die waren vooraf ook wel de grote favorieten. Maar als je ziet, we blijven relatief dichtbij deze keer. Andere jaren was er een veel groter gat. Dus ja, wat dat betreft hebben ze het gewoon perfect gedaan. Een hele dikke, stevige tweede plaats. En een tweede plaats van waar je ook gewoon mag hopen op een eerste plaats op het WK. De favoriete rol die zal blijven voor Specialized Lululemon. Maar wij mogen zeker hopen. Ja, ik voelde me heel erg sterk onderweg en de meiden reden goed. En ik denk dat we echt super reden. Nou ja, super. Een tweede tijd en behoorlijk dichtbij gekomen bij de concurrentie. Wat zegt dat voor het WK? Dat wij daar nog heel erg op gaan trainen en dat we dan misschien wel de wereld gaan verbazen. Ja? Ruik je goud? Nou ja, ik droom er sowieso vaak over. En ik denk dat, zoals we vandaag reden, er zijn nog een paar dingetjes. Ik denk dat als we ietsje scherper op elkaar zijn ingespeeld en als iedereen echt op topvorm is, dan zeg ik niet nee. Jullie hebben gisteren voorverkend. Heb je daar vandaag profijt van gehad? Ja, zeker weten. We hebben gisteren een paar keer wettersnelheid gereden. Daarin voelde ik in ieder geval wel dat iedereen echt heel goed was. En dat ik zelf ook goed was, dus ik had wel zelfvertrouwen. Ik denk dat iedereen hier al wel een paar keer heeft gereden. Dus het parcours is niet echt... iedereen kent het parcours. Maar goed, je weet, Koos Moerhout rijdt erachter. Die geeft echt goede tips. Dus je weet waar je op moet opletten, waar je elkaar niet moet stuk rijden. Waar je misschien wat tijd kan pakken. En hebben we gisteren inderdaad heel goed verkend. Tweede plaats is niet winnen natuurlijk. Maar ik denk dat we... Ik ben persoonlijk heel trots op wat de meiden vandaag hebben laten zien. Av lagtempot här i Vårgårda.